Goedendag, beste kijkers. Hier weer een nieuwe gast aan tafel. We hebben weer gast aan tafel en het gaat nou over iets heel mysterieus. Ik zit al heel tijd te kijken naar wat hier staat. Wat gaat er gebeuren? Het is een ei of het is een... Wat is het eigenlijk? Ik heb het nog nooit gezien, laat ik het zo zeggen. Dames, verlof ons. Wat is dit? Dit is de kredel. De kredel. De kredel. Geen krekel, maar een kredel. Precies. Ja. Het is tegenwoordig ook al een werkwoord. Ja, maar die krekel is ook, die maakt ook geluidjes, hè? Ja. Tenminste, ja, in de, op vakantie is al mooi, want dan loopt er s'avonds buiten de krekels. Als je ze hoort wel, maar, ja. Ah, zo. Nou, dit is een kredel. Ja. Hoe komen jullie eraan? Of hoe is het geïntroduceerd bij jullie? Zullen we even naar een filmpje gaan kijken? Ja, is goed. Zullen we even naar een filmpje gaan kijken? Dan weet je meteen wat het is. Ja, dan kun je gelijk zien wat het doet. Dan zal ik daar vertellen. Ja, dan gaan we vertellen. Doen we. Even naar het filmpje kijken. Fietsbel. Fietsbel, ja. Ja, nou gaat je, hoor. Ja. Oh, belletje gaat. Ik ontdek nog iedere dag wat nieuws over jou. Oh, hou ik een boutje uit de bak? Zullen we eens proberen? Zo. Nou, vooruit. Doe je hand er maar op. Zo, niet de beste Pauline. Kijk, moet eens kijken. Doe je hand er maar op. Deze, zo. Ga ik je even aaien, mag dat? Ja, best. Ja, ga ik jou even aaien. Of water. Lekker aan, Pauline. Mooi, hè? Ja. De krab. De waterkoker. Van oma. De waterkoker van oma. Ja. Indonesisch. Ja, daar lijkt het wel op. Ik vind het leuk om met de kredel te werken, omdat ik goed kan ontspannen. Kom maar. Heerlijk, hè? Oh, lekker. Ja. Een leuk vogeltje. Ja. Beetje kietelen. Ken je dat wel? Ja. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Ja. Zou je dat wel vaker willen doen? Nou, best jong. Ja, dat kunnen we vaker doen. Ja. Heel mysterieus, hè? Ja. Want hoe komen jullie daar aan? Of is dat geïntroduceerd? Of waar komt het überhaupt vandaan? Ja, ik kende het via een kennisbijeenkomst vanuit de hogeschool. Ja. En daar hadden ze hem geïntroduceerd. En dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel echt heel leuk. En ja. Voor de bewoners hier met dementie. Ja. Dus toen hebben we het eigenlijk geïnitieerd. En zijn we ermee aan de slag gegaan. En hebben we hem kunnen aanschaffen. Mm-hmm. En hoe waren de eerste reacties van bewoners waar je het mee deden? Ja, leuk. Ik denk dat het bij elkaar al heel leuk is, hè? Ja. Ja, het is heel leuk. Ze hebben het dan ook in de huiskamer gedaan. En dan ben je het met z'n tweeën aan het doen. Maar eigenlijk komt iedereen een beetje kijken van wat gebeurt hier nou allemaal. Ja, het is echt... Hoe werkt het op zich? Dit is Vilt. Het is eigenlijk door... wat het eigenlijk doet is aanrakingen vertalen in geluid. Ja. Dus je moet door huidcontact een kring maken. Mm-hmm. En dat stuurt hij eigenlijk een soort... Ja, ik ben verder niet technisch maar hij stuurt dan signalen door. En dat vertaalt dan de aanraking in het geluid, zeg maar. Ja. Dus, als je hem gewoon... als ik hem zo aanraak, dan doet hij dus niks? Nee, als je met twee handen doet, wel. Oké. Dus, oh ja. Want dan heb je een kring, zeg maar, met huidcontact. Ja. 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 Maar het is heel mooi voor het dementeren. Dus vooral, maar als ik hier een hand op leg en jij daar een hand op legt, dan ga jij over mijn hand. Oh ja, dan moet je elkaar ook weer vasthouden. Ja, kijk. En zo kan je ook een hele groep maken, hè? Ja. Ook dat? Ja. Ook zelfs dat werkt? En als dan de kring verbroken wordt door iemand, dan houdt hij ook contact. Houdt hij ook. Oh. Ja. Hey, wel contact houden, zeggen we dan. Ja. Ja.
Ja, nee, het is heel mooi voor ook zeker voor de man te zorgen voor familie die van de familie dementerend is en gewoon geen contact meer te kunnen krijgen door een gesprek. Want er gebeurt wel iets, hè? Ja, met die, je hebt toch een bepaalde manier van communicatie. Maar niet door praten, maar eigenlijk meer door aanraking en geluiden. Ja, maar die emotie die je ziet in de gezichten en dat mensen reageren. Ja. Ja, het zijn ook heel bijzondere geluiden, moet ik zeggen, die eruit komen. Wat is dat, te programmeren? Of? Ja, er zit een kaartje in. Dus je hebt natuurgeluiden, boerderijgeluiden, stadsgeluiden. Oh. Dus je kan het eigenlijk instellen voor wat bij diegene past. Zoals iemand op de boerderij heeft gewoond altijd, dan kies je natuurlijk voor die boerderijgeluiden. Ja. Dan herkennen ze dat toch alweer van vroeger. Wat zit er nu in dan? Van, dit is natuur, met natuur, water en vogeltjes. Ja, wij horen ook in de natuur. Ja, nee. Past al bij jullie wel. En een duur ding dus. Ja. Wordt er geen ruzie om gemaakt straks? Want er zijn hier zoveel locaties en afdelingen. Nog niet. Nee. Na deze uitzending wel. Waarschijnlijk wel. Nou ja, het is gewoon heel simpel te gebruiken. Dus iedereen kan het pakken. Ja. De activiteitenbegeleiders zijn nu vooral die hebben een beetje de charge. Die houden hem in de gaten en die gebruiken hem. Maar het is ook vooral willen we hem voor de familie heel erg onder het aan het licht brengen. Ja. Dat zij hem ook gewoon gaan pakken voor met hun familie samen. Want je zou denken van, het is makkelijk gezegd natuurlijk, maar misschien zijn mensen zo enthousiast dat ze zeggen van, we kopen er zelf een, want we hebben dan een heel ander contact mee met onze ouders of zo. Dat zou dus kunnen. Dat zou kunnen. Maar het is niet goedkoop, hè? Het is niet goedkoop, nee. Er zit een heel prijskaartje aan. Want kunnen jullie dat zeggen? Want de mensen snappen dat misschien dan niet. Maar ik schrok er een beetje van de prijs. Ja. Dat mag toch gewoon gezegd worden, wat de stichting eraan besteed heeft dan zo'n exemplaar. Ja, en dat we ook zuinig moeten zijn. Ja, we moeten er heel zuinig mee zijn. Dat kost tussen de 4.000 en 5.000 euro. En er zit er nog een onderhoudscontract bij, want zoals je weet heerst er wel eens griep op een afdeling of dat soort dingen. Oh ja, dat soort dingen. Zo. En iedereen zit natuurlijk met zijn handen aan. Ja, en dat scheelt. Dit moet dan vervangen worden. Of als er iets kapot is, hij doet het niet meer goed, dan kunnen we hem opsturen en dan zorgt zij dat het weer geregeld wordt. Dus dat is heel fijn. Ja. Wie heeft dat dan ontwikkeld? Ik weet niet precies de naam, maar het zijn twee studenten geweest die een onderzoek deden en het was meer bedoeld voor kinderen met autisme. Yeah. En toen is het eigenlijk doorontwikkeld en bleek het voor dementeren ook gewoon heel mooi instrument te zijn. Voor gewone mensen is het gewoon aan. Het is gewoon heel laagdrempelig, heel simpel. Het is al lachen. Voor ons is dat grappig. Ja, kun je nagaan. Dan vinden wij veel dingen grappig, Maar goed, momenteel ligt hij ook gewoon binnen de locaties van... Wie is daarop aanspreekbaar? Nou, als ze nou zeggen van, ik wil het graag volgende week hebben of zo. Bij wie moet er zit een vast relatiesysteem. Er zit gewoon een relatiesysteem En dan weten ze. Ja, er is een planning gemaakt wanneer die waar is. Ja. Maar de activiteitenbegeleiders van de afdeling, van de PG-afdeling, kun je daarop aanspreken. Ja. Die hebben daar een beetje de leiding over. Ja, okay. Het is heel duidelijk. Ja. Even bedankt voor jullie uitleg. Eén keer doen wij twee nog. Hier. Zo. Ja, een kring maken. Ja. Kun je ook op het gezicht uit de neus of zo tikken? Dat kan ook. Oh, zijn handen van haar. Volgens mij komen ze niet meer weg vanochtend. Hier staat ze mee. Ja. Hey, bedankt. Ja, dankjewel.